Komende weken gaan we op bezoek bij de wijken in Hilversum. Deze hele week staat de Van Riebeekwijk centraal. Welkom in de Riebeekwijk. Nova Sembla is een wijkcentrum waar mensen kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Naast de wekelijkse tieneravonden zijn er activiteiten voor allochtone bewoners en ouderen. We gingen er op bezoek en spraken met Itzert Wouda. Ik ben Itzert Wouda, ambulant jongerenwerker van Versa Welzijn. En ik werk onder andere in de Riebeekbuurt. Daar draai ik ook een aantal activiteiten in een accommodatie in wijkcentrum Nova Sembla. Op de woensdagavond en de vrijdagavond zijn we hier open voor tieners en jongeren tussen de 10 en de 20 jaar. We zijn met name actief in de naschoolse periode. Veel jongeren die gaan natuurlijk naar school of die werken. Dus we zitten altijd in de vrije tijdsbesteding van de jongeren. En we proberen ze lekker bezig te houden met allerlei leuke middelen. Er staat hier een tafelvoetbalkast, een tafeltennistafel, een biljartje. Ze kunnen computeren en bezennen. We hebben een PlayStation. Zo af en toe dan doen we ook leuke sport- en spelactiviteiten met de jeugd om ze actief bezig te houden. We zitten betrekken bij het organiseren van toernooitjes. Dat kan een tafeltennistoernooitje zijn, dat kan een darttoernooitje zijn. Maar dat is eigenlijk een middel. We gebruiken die middelen om in contact te treden met jongeren, om het vertrouwen van de jongeren te winnen. En van daaruit werken we aan positieverbetering ook van jongeren. De jongeren zijn zelf ook heel actief in de Riebeek, zoals Ali E. Hij is hier opgegroeid en heeft onlangs met een aantal vrienden deze clip opgenomen. Ja. Oh, 2009 is de tijd. TMG op je map, Damien Stretch op de beat. En yo, de scene is een beetje te oneerlijk. Vandaar is het nu tijd om wat fakers aan te pakken. Dus is het tijd, mijn tijd, check it. Het is nu tijd. Zeg kijk. Zeg wij kijk. Het is mijn tijd, mijn wijk, mijn fucking strijd. Het is nu tijd. Om te doen waar ik naar kijk, ik zeg kijk. Ik breng de reality strijd, ik zeg wijk. Naar een andere wijk, want dit is mijn tijd, mijn wijk, mijn fucking strijd. Waarom vind je het zo leuk in deze wijk? Vele kinderen, veel. Het partijtje compleet. Gewoon leuk. Zou je een andere wijk willen wonen op deze wijk? Nee, deze wijk blijft. Ik blijf hier wonen. Waarom zou je hier willen blijven wonen? Hier zijn veel kinderen om mee te spelen. Geen zin meer om te wachten, het is tijd om te slachten. Ik trap de scene binnen om de boel wat te verklappen. Nou kijk, het is niet erg om te pakken. Wat je pakken kan, maar het is te veel van het verwachten. Nou kijk naar mij, jaren liep ik achter. Zag al die rappertjes gaan er druk op zoek naar bakken. Die zogenaamde bakken, gevuld met flappen. Omdat te scoren gaat men maar de hele scene verkrachten. Jarenlang heb ik gewacht, gekeken en geobserveerd mezelf. Elke dag gevraagd wanneer men nou eens leert. Dat je niet krijgt wat je wil, door mensen neer te halen. Maar door te beseffen welke tol je moet betalen. Die weg is duur, gaat geen tijd voor angst te falen. Dus bekommer je om jezelf en niet om je rivalen. Dus check het wat je doet, of verdubbel je inzet. Nou luister je naar mij, dan is dit nu wat ik je zeg. Het is nu tijd. Om te doen waar ik naar kijk, ik zeg kijk. Ik breng die reality strijd, ik zeg wijk. Naar een andere wijk, want dit is mijn tijd, mijn wijk, mijn fucking strijd. Het is nu tijd. Om te doen waar ik naar kijk, ik zeg kijk. Ik breng die reality strijd, ik zeg wijk. Naar een andere wijk, want dit is mijn tijd, mijn wijk, mijn fucking strijd. Nou is het niet zo moeilijk om te doen wat jij doet. Je tanden klapperen al op de randen van de stoep. Want rappers zitten vast zoals ik zat in mezelf. Maar de meeste kramen onzin uit, want niemand die ze helpt.
De Riebeekwijk is een wijk waarin eigenlijk heel weinig voorzieningen zijn voor jeugdigen. We hebben hier nu een wijkcentrum. Vroeger was het een wijkcentrum waar heel veel cursussen werden aangeboden. En we zijn eigenlijk, hebben de intentie om de komende jaren eigenlijk meer van een cursusgericht aanbod meer naar een ontmoetingsgericht aanbod te gaan. Waarin naast activiteiten voor jongeren ook andere activiteiten voor bewoners uit de Riebeekbuurt kunnen gaan plaatsvinden. Hoe gaat het met de jongeren over het algemeen? Over het algemeen gaat het best goed met jongeren. De meeste jongeren die maken een turbulente tijd door. Die zitten midden in de puberteit, de hormonen gieren door hun lijf. Ze zijn vaak wel bezig met de dag van morgen in plaats van op de lange termijn te denken, zeg maar. Maar de meeste jongeren gaan het gelukkig goed mee. Enkele incidenten daar gelaten. Maar de meeste jongeren doen het goed op school. Die vermaken zich prima in hun vrije tijd. Vind je het leuk om hier te komen? Zeker. Wat vind je hier zo leuk? Ja, vind je dat leuk? Nee. Deze computer vind ik leuk. Help. Dus help mij eens even en vertel mij eens waarom. Al die ratten zo schijnheilig zijn achter mekaar's rug om. Het is die zogenaamde scene waar je moet laten zien wat je skills zijn. Maar niet om of je het verdient. Het gaat er niet om wie je wel represent. En het gaat er niet om hoe de fuck je bent. Nee, het gaat erom, wordt het je wel gegund. Want iedereen denkt aan zichzelf, aan zijn eigen fucking munt. Ik zeg, je moet me eerst kennen om over me te oordelen. Hoor vele vervelende dingen mee te delen. En daar zeg ik tegen, het interesseert me de rozen. Want dit is mijn tijd, je kan niet fucken met de grote. Het is nu tijd om te doen waar ik naar kijk. Ik zeg kijk uit, ik breng de reality strijd. Ik zeg wijk uit, naar een andere wijk. Want dit is mijn tijd, mijn wijk, mijn fucking strijd. Nou, ik vind het wel leuk dat mijn school dichtbij is. En ik speel daar heel vaak. En het hyenapleintje is ook heel leuk. Ik vind het leuk omdat er heel veel mensen hier voetballen bij de koertje. Dat we allemaal samen zijn. Niet voor jezelf alleen, dat we allemaal samenwerken. Zo. Je hebt een hyenaplein en daar kan je heel goed voetballen. Daar kunnen gewoon partijen spelen. Riebeek jongeren zijn enorm blij met de nieuwe voetbalhoor, zeg maar. Het is naast het bevorderen van een gezonde lifestyle door te sporten, is het ook belangrijk dat daar door sport verbroedert. Sport voegt heel veel dingen toe. Je leert omgaan met verlies, met winst. Maar ook om een stukje rekening te houden met andere jongeren. Je kan niet de hele tijd op voetballen zijn. Af en toe moet je ook even wachten tot het je beurt er is. Dus het gaat ook om respect, om waarden en normen voor andere jongeren op te brengen. Maar ook om rekening te houden met de buurt waarin ze wonen en leven. Doe waar ik naar kijk, ik zeg kijk uit. Ik breng de reality strijd, ik zeg wijk uit. Naar een andere wijk, want dit is mijn tijd. Mijn wijk, mijn fucking strijd. Is de tijd, ja, ja. Dit is het eind van hun begin. Maar het begin van geen eind. Want mijn tijd is tijdloos. Ik breng de reality strijd, ik zeg wijk uit. Naar een andere wijk, want dit is mijn tijd. Mijn wijk, mijn fucking strijd. Morgen kunt u kijken naar de vierde aflevering met RTI De Wijk In. Daarin praten we verder met onder andere enkele bewoners van de Riebeek.